Anna hier van Terug naar Eden. Eentjes achter mij zijn een beetje luidruchtig. Dus als je wel gekwebbel hoort, dan weet je dat zij het zijn. Ik wil wat laten zien over onze bramenstruik. Daar zit ik voor, zeg maar. Daar gaat iets niet helemaal goed. Je hebt in vorige video's van mijn kanaal kunnen zien dat die bramenstruik die achter de konijnen hokken. We hebben geen konijnen meer, maar we hebben nog wel een konijnenhoek staan, wat nu als kuikentjeshok fungeert. Dat die struik altijd goede opbrengst heeft en zo. Dat is nog steeds zo. Er zit heel veel fruit aan. Alleen één groot probleem. Het wil niet rijp worden. Een enkele braam die rijpt. En soms heb je ook nog, zie je, hier een deel is gewoon bordeaux rood gebleven, wordt niet zwart. Meestal is dus helemaal niet rijp aan deze braam. Nou, hier hangt nog zo'nzelfde soort. Als je geluk hebt, hangt er een die zwart is. Nou, hier kan je het ook goed zien. Een deel is gewoon niet aangetast en een deel is bordeaux rood. Dus dat gaat niet helemaal goed. Ik heb er wel een aantal vrijwilligers voor. Die ze opeten. Nou, die kunnen hun best daarop doen. Maar dat is dus een klein beestje. Die kruipt zeg maar in die vruchten. Hier vind ik nog eentje die wel rijp is. Die beschadigt die vruchten, waardoor die vruchten niet rijp worden. Dat is dus een plaag. En het is nu dus over een heel groot gedeelte van die struik uitgebreid. Dus de oogst van deze braamstruik is min of meer in duigen gevallen. In het begin van het seizoen viel het nog wel mee. Ik kan er nu misschien een paar vinden die niet aangetast zijn. En de rest is allemaal aangetast. Het is niet heel makkelijk te bestrijden. Wat je kan doen is de struik helemaal tot de grond toe afsnoeien, alles. Volgend jaar heb je dan nieuwe takken waar nog geen vruchten op zitten. Want het duurt 2 jaar voordat die in takken wel vruchten op gaan groeien. Dus dan sla je een oogst over en dan begin je weer even van nul. En dan maar hopen dat die bramengalmijt wegblijft. Ik wil eerst even zien wat er gebeurt als ik de takken waar de vruchten aan zitten eraf ga snoeien. Die geef ik wel aan de geiten. Die geiten die weten daar al raad mee. En dan de nieuwe takken. Deze. Die wil ik toch nog sparen. En dan eerst maar zien wat die struik dan volgend jaar gaat doen. Dus ik zet de camera even aan de andere kant. Want dan kan ik erbij. En dan ga ik al die takken met vruchten helaas er nu al afsnoeien. Ik heb het laatste restje goede bramen die er nog af staat er afgehaald. En ik ben bezig met herfst van bozen te plukken. Dat gaat nog zo door totdat we de vorst krijgen. Halverwege oktober zit, dan ja, is het eigenlijk aftellen naar de eerste datum dat nachtvorst kan komen. En alles wat niet tegen vorst kan, dat is dan heel snel voorbij. En tot die tijd ja, oogsten we wat er nog te oogsten valt. Nou, wel jammer, maar ik hoop zo die bramengalmijt voor te zijn. Dit ga ik lekker aan de geiten voeren. Nou, dan kunnen ze weer lekker van smullen.
En dan ga ik weer even verder met het volgende onderwerp. Waar ik ook mee bezig ben, is deze bak waar ik bovenop zit. Het zit er een beetje rommel uit, want we hebben wind gehad en toen is mijn deksel die open stond, is er afgewaaid. Glas kapot, deksel kapot. Dus deze bak die moet ik gaan repareren. Er was ook van pellethout, dus zo hoge kwaliteit is dat natuurlijk ook niet. Maar ik kan er wel vast de rode bieten die hierin staan eruit halen. Ik ben er al mee begonnen. Het blad wat nog mooi groen is, dat haal ik eraf. Dat kun je net als snijbiet klaarmaken. Je kunt koken, je kunt de salade nog van maken. En de bieten die ga ik op vochtig zand en zaagsel bewaren. Ik zal een video hierachter linken waar je dat kan zien hoe ik dat doe. En dan was in de planning om hier veldsla in te zaaien. Mijn veldsla heeft zich in de tuin vanzelf al uitgezaaid. Dus ik heb daar de kleine plantjes veldsla uitgestoken en die wil ik hier neer gaan zetten. En dan als de bak gerepareerd is en het glas is er terug op, dan is die veldsla in de winter, mits het niet al te hard vriest, ook nog steeds eetbaar. Kijk wat een mooie knollen. Ik zal het zo even laten zien als ik het hier af heb. Ik heb de rode bietjes eruit. Alles wat klein is, dat gaat lekker naar de geiten. Vinden ze heerlijk. De bieten die groot genoeg zijn voor ons om op te eten, die heb ik hier. Dan ga ik het blad dus afsnijden. Het mooie blad ga ik wassen, ga ik fijn snijden. Ga ik in de vriezer doen en wat vers bewaren. En de veldslaapplantjes, die heb ik hierin gedaan in twee rijen. Nou, ze hebben regen opgegeven, dus ik hoef geen water te geven. Dat gebeurt vanzelf. Er staan hier en daar nog een verloren uitje, maar die laat ik lekker staan. Dat geeft niks, dat bijt elkaar niet. Dus en dan is het die bak repareren. Kijk. Nou, en dan ik heb nog wat losse ruiten met glas. Die kan ik er dan nog wel bovenop leggen als het koud wordt. En dan hebben we toch ons wintergroen alvast op zijn plaats staan. Nou, misschien horen jullie het gerommel op de achtergrond wel. Het zijn de eenden die zitten hier blubber te maken. Kijk, dat vinden ze hartstikke leuk om te doen. Het water is helemaal pikzwart. Ik kan dat elke dag omkiepen en weer schoon water in doen. Het liefste doen ze door omheen in de grond vroeten en dat mengen met water. En dan lekker blubberbadje maken. Waar je maar zin in hebt, zou ik zeggen. Ik heb hier mijn spullen uit de tuin staan. Een emmer met resten, met lekkers voor de geiten. De bieten die ik nog uit moet zoeken. En hier heb ik nog wat blad. En dat ga ik even aan Poua en Bokkie geven. Nou, dan kunnen ze lekker gaan eten. Poua die is altijd super nieuwsgierig. En je moet altijd met haar uitkijken. Nu is de lamp aan, dus nu is het redelijk licht hier. Maar als de lamp uit is, je denkt, loop even snel heen en weer met een bakje met eten of zo. Ze springt gewoon tegen je op. Denkt helemaal niet na dat zij twee horens op de kop heeft. Dus het is altijd een beetje uitkijken met haar. Het is geen vervelend beest of zo, maar ja, ze heeft dat gewoon niet in de gaten. Nou, jullie zien het wel. Ze smullen er lekker van. Ik ga nu naar het land toe om de andere geiten te melken. Nou, zoals jullie zien ben ik hier gearriveerd. Peetje staat hier ook mooi te kijken. Peet gaat gelukkig weer beter met haar, dat de conditie toch weer wat verbeterd is, denk ik. Want ze klimt weer wat meer. Dat is dus eigenlijk haar normale gedrag. Ik heb de emmer met lekkers mee, dus ik ga het hier klaarmaken voor ze en dan ga ik straks geven en melken. Alles staat lekker te eten. Schaapjes hier. Nou, die vinden de schilletjes ook lekker. En de te kleine aardappeltjes die ik geoogst heb. Kijk, zo kan je het beter zien. Ik zit een beetje te klooien, want ik heb het statief er nog aan vastzitten. Ik ga nu de camera neerzetten en melken. Ik zal even bukken, dan ben ik ook nog in beeld. Mijn melkmachine die is kapot gegaan. Dus ik melk nou gewoon rechtstreeks in het kannetje. Ja, dan staat hij natuurlijk voor het beeld. Ja, jullie hebben dat ook wel eens gezien, hè?
Ik zou zo wel even Hanna filmen, want Petie gaat zitten kleren. Kijk, zo is het beter te zien, denk ik. Oh. Nog een beeld? Ja, er zit nog een beeld. Ja, de melkmachine is dus weer kapot gegaan. Zoals het kastje wat weer kortsluiting heeft gemaakt. Dus nou moet ik meer met de hand staan te melken. Heb ze gelukkig iemand of gemeld? Ik heb iemand heeft ons gevonden in het artikel Landleven. Die heeft toen die deeghaak gestuurd. Degene die dat nog weet in de video dat brood aan het bakken was. En die heb ik benaderd met de vraag of hij eens wil kijken naar de melkmachine. En of hij er misschien wel een verbetering kan aanbrengen. Dat het gewoon een degelijk machientje wordt. Want zo is natuurlijk niks. Ik red het dan wel, dat is niet echt lekker voor mijn polsen. Maar mijn man die redt het dan niet. En lang niet iedereen kan zo melken. En ja, Hanna die is hartstikke rustig, die blijft wel staan. Maar Petie moet je altijd heel vlot melken, want die is heel snel zat. En ja, dat is gewoon lastig als je de machine niet hebt. Ze geven niet meer zo heel veel, dus ik hoef gelukkig ook niet zoveel met de hand te doen. Nu doe ik even met één hand verder, omdat die links nou gewoon helemaal verzuurd is. Maar wel een mooi deal zo, de geiten lekker feestmaal. Met alle restjes uit de tuin. En zij maken voor mij weer, nou ja, je kan er wel twee grote bekers chocomel van maken, wat ik s'avonds nog melk. En dat is ook wel weer lekker nu het weer herfst geworden is, om dan s'avonds weer wat warms te nemen. Nou, ik ben hier bijna klaar, dus ik zal even bedenken wat ik zo nog op de video ga zetten. Nou, ik heb hier ook nog verse kruiden staan. Hier staat celery, dat is eenjarig. Dus dat magiekruid achter, die komt weer terug na de winter als je hem goed afdekt. Er zit ook nog een rijtje veldsla in. Bij deze bakken heb ik ook nog de glasplaten, dus als het kouder wordt kan ik ook de glasplaten erop doen. Om nog even wat te rekken en te strekken. Nou, dingen zoals eenjarige kruiden, die kun je ook gaan oogsten voordat de vorst komt. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb hier nog één bosje staan, die laat ik hier staan. Dan kan ik daar nog vers van oogsten totdat het gaat vriezen. En de rest wat ik heb gekregen ook nog van een buurman, die had celderie te veel, daar ben ik binnen mee bezig. Dan ga ik even laten zien hoe ik dat kan drogen en hoe ik dat verwerk. Ik ben hier de celderie aan het uitzoeken. Kleine stukjes en restjes die doe ik even in een schaaltje apart. Ik heb hier een bakje met water staan, staat net even buiten beeld. Kijk hier, dat blauwe ding. Dan spoel ik alles even af. Ik zoek een beetje uit van gelijke lengte. En dan bind ik ze op bosjes nadat ik ze gewassen heb. Ik heb hier een rooster liggen met een theedoek eroverheen. In de gootsteen tik ik ze zo wat uit, dat het meeste nat er al af is. En dan leg ik ze op het rooster neer met de theedoek. Om nog wat meer vocht op te vangen. En dan knoop ik ze op bosjes en dan hang ik ze te drogen. Ik heb dit het hele seizoen al gedaan. In de zomer is natuurlijk de luchtvochtigheid niet zo hoog. En dan is het lekker warm. Dan droogt het buiten in de tuinschuur droogt het ook goed. Maar nu we dus in de herfst zitten en ja, de weken eigenlijk aftellen na die eerste nachtvorst toe. En de luchtvochtigheid ook een stuk hoger is, droog ik het in huis. En de houtkachel is natuurlijk ook weer... het seizoen begonnen zijn dat we de houtkachel weer aan hebben. Dus dat is een ideale plek om dit soort dingen te laten drogen. Ik ben hier bezig om het hier aan de gordijnrail te knopen. Het mooiste is als je het niet in direct zonlicht weghangt.
hangt het hier mooi rechts en links naast de schouw. Een gedeelte krijgt nog een klein beetje zon, maar het is natuurlijk niet meer een hele felle zomerzon. De bladeren van de vijgenboom die filter ook nog wat licht weg. Die moet ik gaan snoeien, anders is straks de hele ruit vol met vijg. En als de kachel uit is, en dit is natuurlijk ook een helemaal van gietijzer is die kachel. Die is nog een tijd warm en als die dan niet te heet is, zeg maar gewoon warm dat je je hand er nog op kan leggen. Dan leg ik de kruiden die ik al gedroogd heb, maar die nog niet helemaal droog genoeg zijn. Die leg ik hier dan nog even op. En dan keer ik ze ook nog een keer. En het laatste kleine beetje vocht gaat er dan ook nog uit. Of wat ik ook wel doe is als ik brood gebakken heb en dan op de restwarmte van de oven, even op de bakplaat of op het rooster die kruiden, dan nog even in de oven laten zitten en dan gaat ook de laatste rest vocht eruit. Het zal droog zijn dat je het helemaal kunt verpulveren tot poeder. Dan weet je zeker dat het droog genoeg is. Het is inmiddels weer een paar dagen verder. Ik ben mega druk. Eind deze maand moeten alle schouwsloten schoon zijn. Ik heb er 3 die ik helemaal met de bosmaaier uit moet maaien en uit moet scheppen of uit moet krabbelen. En gelijkertijd is nu de eerste nachtvorst geweest. Ik ben dus een paar dagen verder. Dus ik was al bezig om dingen uit de tuin te halen. Maar dan wordt het natuurlijk echt menens. Zoals het er nu naar uitziet, lijken de gewassen nog geen schade van hebben gekregen die nog in de tuin stonden. Een van die planten is tomatillo. Ik had ze niet in de planning, maar ze zijn, er zijn waarschijnlijk een paar blijven liggen op de plek waar ze verleden jaar groeiden. Ze groeien in zo'n soort lampionnetje. Ananaskers wordt het ook genoemd. Het lijkt een beetje op een klein soort tomaatje, een beetje plakkerig vruchtje. Dus nou, die heb ik maar weggehaald. Gauw hier in het kastje neergelegd. Dan is het in ieder geval voor de vorst beschermd. En nu moet ik dat dus weer allemaal van de struiken af gaan halen. En dan heb ik nog een hele tas vol met appels. Ik had ook al een kruiwagen appels vol geplukt bij mijn buurman weer. Dus ook heel veel appels om te verwerken. En ik was net in de tuin bezig te snoeien. Hing er nog steeds een appel bij ons aan de boom. Dit is de voorloper van de elstam. Dus heerlijk dikke vette appel, onbespoten. Ik heb hem al gewassen. Mm. Lekker met schillen nou appel eten. Nou, ik ga al die tomatilletjes uit hun lampionnetjes halen. En dan morgen heb ik een dag dat ik de hele oogst weer ga verwerken. Misschien dat ik dat ook nog wel weer even op de film gaan zetten. Dat is misschien ook even een mooie gelegenheid om te vertellen hoe de markt geweest is voor degenen die mijn kanaal gevolgd hebben. We hebben dus voorbereidingen gedaan, kruiden gedroogd, thee gemaakt, zeep gemaakt, boeken laten drukken. Alles staat klaar voor de lokale pompoenenmarkt. Ik stond er alleen op zondag, het is altijd een heel weekend. Maar we hadden het weer niet mee, we hadden harde wind en regen. Ik heb nog wel geprobeerd wat te filmen, maar uiteindelijk was het ook niet echt bruikbaar om daar een heel filmpje van te maken. Maar ik heb dus wel redelijk wat producten over. Dus een van de eerste video's die ik naar deze video wil maken, dat is een video over de nieuwe producten. En dan hoop ik het ook allemaal in de webshop te hebben, dat alles klaar is. En dan kunnen jullie ook kijken of je daarvan wil bestellen. Mijn boeken zijn dus ook weer binnen. Ik hoop ze dit weekend in de webshop te zetten. Degene die mij er al over gemaild hebben, die zou ik ook even een mail sturen dat hij er weer is. Dan kan dat ook weer gaan lopen. En dan hebben we mooi een beetje voor de winter alles weer klaar. En dan wat ik nog wil doen is natuurlijk met de wol van de schapen aan de gang. En dat wordt dan mijn winteractiviteit. Nou, ik heb hier nog wel even werk om al de tomatillers uit hun huisjes te halen. Als jullie het een leuke video worden, doe even een duim omhoog. Kijk of je deze video kunt delen met mensen die mijn werk nog niet kennen. Ook op andere platforms, Facebook, Twitter, Instagram. Als je daarop zit, deel mijn werk daar, zodat het beter gevonden wordt. Je kunt ook nog een donatie doen, eenmaal een drukje op de knop betalen.
Je kunt ook nog ondersteunend lid worden. Krijg je elke maand nog extra ledenvideo speciaal voor de ondersteunende leden. En zo zijn er allerlei mogelijkheden om mij te ondersteunen. Nou, dank jullie nogmaals voor het kijken voor deze video. Je zult wel gemerkt hebben dat er iets meer tijd tussen zat dan normaal. De volgende hoop ik dus dan ook weer in het normale schema weer te plaatsen. En nou ja, dan zien we wel of dat lukt of niet. Allemaal bedankt nog en tot de volgende keer.